Stilte alsjeblieft. We gaan vandaag een belangrijke les leren. Dank je. Vandaag gaan we het hebben over cutie marks. Saai. Jullie kunnen allemaal mijn cutie mark zien, of niet soms? Net zoals alle ponies ben ik niet geboren met een cutie mark. Mijn flank was blanco. Oh, wat is ze daar schattig. En toen op een dag, toen ik jullie leeftijd had, werd ik wakker en zag dat er een cutie mark was verschenen. Moet je haar haren zien? Ja, ik weet het, maar destijds had iedere pony nou eenmaal zulke wilde manen. Ik had besloten lerares te worden en de bloemen symboliseren mijn hoop dat ik mijn toekomstige leerlingen met mijn kennis kon laten opbloeien. De lachenbekjes staan voor het plezier dat ik mijn ponies hoopte te geven terwijl ze aan het leren waren. Kan iemand mij vertellen wanneer een pony zijn of haar cutie mark krijgt? Oh! Wanneer ze een zeker iets ontdekt dat haar speciaal maakt. Dat klopt, Twist. Een cutie mark verschijnt op de flank van een pony wanneer hij of zij een zeker iets ontdekt dat hen onderscheidt van iedere andere pony. Het ontdekken van wat jou uniek maakt is niet iets wat zomaar opeens gebeurt. En je kunt hopen, wensen of smeken wat je maar wilt. Maar een cutie mark zal niet verschijnen voordat de tijd er rijp voor is. Wat? Applebloem, geef je daar een briefje door? Wat is er zo belangrijk dat het niet kan wachten tot na schooltijd? Het is Blanco. Doet het je niet aan iemand denken? My little pony, my little pony. Ik vroeg me af wat vriendschap is voor mij. Vol plezier, een wonderschoon hart, hoopvol en fier. Deel je liefde met iedereen, magie sleept je er doorheen. Je bent my little pony, jij bent echt mijn allerbeste vriend. My little pony, tijd voor een cutie mark. Wil je iets zoets? Ik heb pepermuntjes. Ik heb ze zelf gemaakt. Maar je wordt er blij van. Nee. Ik snap gewoon niet waarom we les hadden over het krijgen van een cutie mark. Wachten op een cutie mark is zo ontzettend uit. Jij hebt de jouwe en ik heb de mijne. We hebben er allemaal al één. Ik bedoel, bijna allemaal om precies te zijn. Maak je geen zorgen, jullie zijn nog steeds uitgenodigd voor mijn cutie mark viering dit weekend. Het wordt super geweldig. Het is een feestje ter ere van mij en mijn fantastische cutie mark. Wat had je dan gedacht? Hond, hond, zuigerklot, kans. Zo kinderachtig. Zie je dit weekend? Blanco, Flanke. Zo druk. Je krijgt je cutie mark wel. Elke pony krijgt er uiteindelijk één. Maar ik wil er geen uiteindelijk. Ik wil er één nu. Ik kan niet zonder cutie mark naar Tiara's cutie mark viering. Dat kan niet. Natuurlijk wel. Weet je, ik was de laatste pony van mijn klas die een cutie mark kreeg. En ik was er reuze trots op. Ik wist dat ik de zoete appelgaard zou runnen. En deze glimmende appels verzegelden de deal. Nu ik eraan denk... Granny Schmidt was ook de laatste van haar klas. Ha, en Big Macintosh ook. Moet ik me door dit verhaal soms beter gaan voelen? Dit betekent alleen dat het in de familie zit om de laatste van de klas te zijn die er een krijgt. Zit in de familie? Zit in de familie? Zit in de familie! Jij hebt appels als cutie mark. Granny Schmidt heeft een appeltaart. Big Macintosh heeft een appelhelft. Mijn unieke talent moet met appels te maken hebben. Appels, appels, appels! Haal hier uw heerlijke voedzame appels! Heerlijk, Ev!
doen. Je kunt ze eten. Maar meespelen. U kunt kunstvoer in huis met ze maken. U bent stapelgek als u nu niet een paar kilo koopt. Ze is zo creatief. Meneer, wilt u wat appels kopen? Nee, bedankt. Waarom niet? Oh, ik heb er nog genoeg thuis. Weet u het zeker? Ja, ik denk het wel. U denkt van wel, maar u weet het niet absoluut volkomen helemaal super, dus super zeker, hè? Als ik een paar appels koop, laat je me dan met rust? Akkoord. U vergeet uw wisselgeld. Woehoe! Zo verkoop je een paar appels om je cutiemark te krijgen. En hoe ziet mijn cutiemark eruit? Een boodschappentas vol appels? Een tevreden klant die een appel eet? Misschien moet ik eerst mijn verkooptechniek verbeteren. U snuffelt, u koopt! Cash of creditcard? Het spijt me, mevrouw. Mevrouw! Oh, appelbloem. Je kunt toch niet zomaar... Dat wordt 4 munten. Die heb ik niet in mijn tas gedaan. Daar trap ik niet in. 4 munten, dame. Appelbloem. Het spijt me echt verschrikkelijk. Ze is nieuw. Hier, alstublieft. Gratis. En deze? En deze? Oh... Kom snel weer terug, hè? Wat? Het spijt me, zusje, maar jij mag geen appels meer verkopen. Wat? Maar hoe moet ik dan mijn cutiemark krijgen? Naar huis. Nu. Luister, suikerklontje. Ik weet dat het moeilijk is om te wachten op je cutiemark, maar je kunt het niet forceren. Je bent er gewoon nog niet rijp voor. Er zijn toch nog meer veulens die er geen hebben? Ja, Twist heeft de haren nog niet. Denk je niet dat je beter met haar naar het feest kunt gaan? Zo, kijk eens aan. Ik weet zeker dat jullie het heel leuk zullen hebben. Ga nu maar snel naar Twist toe. Zeker dat ik niet bij je moet blijven totdat de markt afgelopen is? Zeg, wie heeft mijn record gebruikt? Ja, zeker weten. Appelbloem? Ik heb eens nagedacht. Misschien moeten we samen naar Tiara's cutiemark-viering gaan. Ik heb geen cutiemark. Jij hebt geen cutiemark. Tja, Is mijn cutiemark niet cool? Ik heb het altijd leuk gevonden om mijn eigen snoepjes te maken. Maar het duurde eventjes voordat ik ontdekte dat dat mijn super speciale talent is. Super gaaf, hè? Ja, super gaaf. Hé, hey, dit betekent niet dat we niet samen naar de cutiemarkviering kunnen gaan. Je komt toch nog wel steeds naar het feestje? Natuurlijk, Constant. Als je de enige pony zonder cutiemark bent, is dat niet het einde van de wereld en zeker niet gênant. Wow! Heeft daar even een pony een donkere wolk boven haar hoofd hangen? Ik zal je even helpen. Wat is er aan de hand, meid? Vanmiddag is er een cutiemark-viering en iedereen in mijn klas zal er zijn. En ze hebben allemaal een cutiemarks, maar ik wil ook mijn cutiemark. Maar ik ben niet goed in appels verkopen, maar ik wil echt naar het feest. Maar hoe kan ik nu naar het feest als ik geen cutiemark heb? Mijn zus zegt dat ik uiteindelijk mijn cutiemark zal krijgen, maar... Ik wil het nu! Cutiemark? Ik kan ervoor zorgen dat jij een cutiemark krijgt. Applejack zegt dat dat tijd kost. Ik moet er gewoon op wachten. Waarom zou je op iets wachten terwijl je het zelf kan laten gebeuren? Maar Applejack zegt dat... Hé, naar wie wil je luisteren? Applejack? Of naar de pony die als eerste van haar klas haar cutiemark kreeg? Ik heb altijd al van vliegen gehouden, maar ik maakte nooit echt haast. Niet totdat ik mijn eerste race deed en ontdekte dat ik snelheid nodig had. En kaboom! Deze afbeelding verscheen zo snel als het licht. Zo, stretch die benen. Ze moeten soepel en los zijn. De truc is om zoveel mogelijk dingen zo snel mogelijk te proberen. Een van de dingen zal leiden naar jouw cutiemark. Ben je klaar? Zeker weten. Ik vroeg, ben je klaar? Zeker weten. Jong leren, hop. Ah.
meter. Hop! Dat geprobeerd, dit geprobeerd, dat geprobeerd. Oh, jouw nieuwe outfit is perfect voor het superfeestje. Ik weet het. Het laat mijn nieuwe Cutie Mark echt goed uitkomen. Heerlijk om speciaal te zijn. Stel je voor hoe gênant het moet zijn om niet speciaal te zijn. Ah, ik moet er echt niet aan denken. Zo gênant. Deze geprobeerd en deze ook. Ik ben verdoemd. Verdoemd. Ik zal nooit iets vinden waar ik goed in ben. Volgens mij ben jij goed in het eten van cakejes. Het eten van cakejes? Het eten van cakejes? Het eten van cakejes! Ik waardeer al je hulp, Rainbow Dash. Je bent een goede coach en ik heb een hoop van je geleerd. En ik weet zeker dat ik meer kan leren, maar ik moet nu wat cakejes eten. Ik zie je op de Cutie Mark viering. Wacht even, Pinkie Pie. Ik kom eraan. Dat ik dit niet zelf had kunnen bedenken. Een cutie mark van een half cakeje. Het is zo duidelijk. Dus, waar zijn die cakejes? Ik ben klaar om te eten. Ik heb hier geen cakejes. Oh. Maar jij ziet eruit alsof je mij goed kan helpen bakken. Ik denk dat een cutie mark van een gebakken cakeje ook wel leuk is. Kom maar hier, pak een kopje maïsbloem en voeg dat toe aan de mix. Nu een beetje zoet en dus geen citroen en een beetje zout erin. Het bakken van cake is één groot feest. Nu een lepeltje vanille. Nog een beetje meer en nog een keer en je gaat weg door de knieën. Cakejes, zo zoet en heerlijk cakejes. Al die moeilijke cakejes. Cakejes, cakejes, cakejes. Te worden. Er is niets aan te doen. Ik zal voor altijd een blanco flank hebben. En dat daar dan? Wat waar dan? Staat daar iets op mijn flank? Staat er iets? Staat er iets? Een cutie mark. Het is een maatbeker? Nee, een enkel. Nee, zijn dat cakejes? Een toren van cakejes misschien? Er ook eentje? Nee, dank je. Niet dat ze er niet lekker uitzien. Twilight, je moet me helpen. Wat is er aan de hand? Tiara's Cutie Mark viering is vandaag en alle ponies van mijn klas hebben een Cutie Mark en ik wil ook mijn Cutie Mark, maar ik ben niet goed in appels verkopen, delta vliegen of cakejes bakken, maar ik wil toch naar de viering en Pinkie Pie zegt dat ik mijn Cutie Mark niet kan laten verschijnen, maar hij moet verschijnen en nu. Ik volg je niet. Hoe kan ik jou helpen? Jij kunt ook een cutie mark op mijn flank toveren? Oh nee, Applebloom. Een cutie mark is iets wat een pony zelf moet ontdekken. Doe, Twilight. Probeer het. Het spijt me, maar... Oh, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oké. Oh, dank je, dank je, dank je. Ja, ik wist dat je het... Kom. Het spijt me, lieverd, maar ik heb je gewaarschuwd. Doe het nog eens, doe het nog eens. Ik zei toch dat zelfs toverkunst een cutie mark niet eerder kan laten verschijnen? Het is hopeloos. Hopeloos! Ik ga niet naar het feestje. Ik kan niet gaan. Iedereen zal me uitlachen en pesten en uitschelden. De ergste avond van mijn leven. Ik weet zeker dat het niet zo erg zal zijn. Laat maar. Ik ga echt niet naar dat... Feestje. Zorg
Appelbloem. Je bent er bijna. Ik ben blij dat je dat hele cutie-mark-gedoe niet meer zo serieus neemt. Die dingen gebeuren als de tijd daar rijp voor is. Je maakt jezelf gek door zo te overhaasten. Ik ga nu weer. Je vriendinnen willen met je praten. Zo, zo, zo. Kijk eens wie hier is. Mooie outfit. Ach, zomaar iets. Van het laatste moment. Het benadrukt echt je cutie mark. Oh, wacht. Dat is waar. Je hebt er geen één. Ik heb een cutie mark. Hé? Wat? Sinds wanneer dan? Sinds, vanmorgen al. Oh, echt waar? Laat zien dan. Beter niet. Dat kan niet. Mijn cutie mark is zo ongelooflijk prachtig. Ik ben bang als ik die laat zien. Iedereen de aandacht op mij zal vestigen in plaats van op jou. Overschaduwd op je eigen cutie markviering. Stel je eens voor hoe gênant dat zal zijn. Laat dan maar. Ik wilde hem toch niet echt zien. Oké, wel. Ik ga eens rondkijken. Veel plezier nog. De mogelijkheden zijn, eindeloos. Ze kan een wetenschapster, of een fantastische artieste, of een beroemd schrijfster zijn. Ze kan zelfs de burgemeester van Ponyville worden. En ze zit nog niet vast aan dingen zoals jullie tweeën. Hé, hey, dit is mijn feestje. Waarom staan jullie aan haar kant? Omdat... Hebben jullie ook geen cutie mark? Ik dacht dat ik de enige was. Wij dachten dat wij de enige twee waren. Ik denk dat jullie drieën heel veel geluk hebben. Geluk? Waarom zouden zij geluk hebben? Zij gaan nog die heerlijke kick ervaren als ze ontdekken wie ze zijn en wat ze gaan worden. En ze hebben alle tijd van de wereld om daarachter te komen. Dat hoeft niet in één middag. Wauw, Appelbloem. Denk je echt dat je... Ik wil graag wetenschapper worden. Misschien heb ik jullie maar wel veel te vroeg gekregen. Hé, hey, wat is iedereen aan het doen? Dit is mijn feestje. Iedere pony hoort haar aandacht aan mij te geven. Laat ze toch. Wij vinden ze nog steeds losers. Vind je niet, Tiara? Rond, rond, suikerklot. Niet nu, Silverspoon. Mijn naam is Scootaloo. En ik ben Sweetie Belle. Appelbloem. Dit nummer is zo super! Ik zat te denken, nu dat we vrienden zijn... Ik bedoel, we zijn toch vrienden, hè? Waarom zouden we dat niet zijn? We lijken op elkaar. We hebben nog geen cutie mark en we worden gek van die tiara en zilverspoon. Ja, stapelgek! Ja, nu we vrienden zijn... Kunnen we misschien samenwerken om erachter te komen wie we zijn en wat we kunnen worden? Oh, we kunnen onze eigen geheime club oprichten. Wat een tragiek idee is dit. Een geheime club? Ja, we moeten nog een naam verzinnen. De Cutie Mark 3? De Cutie-tastische sterretjes? Wat dacht je van de Cutie Mark Club? Dat is perfect. Dit wordt echt helemaal... En niemand houdt ons tegen. Zullen we dit vieren met een van deze heerlijke cakejes? Niet met deze cakejes. Vertrouw me. Laten we kijken of er koekjes zijn. Ja! Kom mee. Lieve prinses Celestia, ik ben blij u te melden dat een van uw jongste onderdanen een belangrijke les over vriendschap heeft geleerd. Soms is er iets waardoor je denkt vrienden te verliezen of buitengesloten te worden. Maar dat kan juist hetgeen zijn waardoor je je beste vrienden leert kennen en je beseft hoe speciaal je bent.